Via de machtige brug over de Waal bereikt men komende uit het noorden de Keizer Karelstad Nijmegen. In de oude stad die dicht aan de rivier ligt vindt men tal van schilderachtige straatjes en plekjes. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nijmegen door bombardementen en beschietingen zwaar getroffen. Vooral juist in de binnenstad werden vele gebouwen verwoest. Gehard door de tegenslagen die de stad ook in het verleden niet gespaard zijn gebleven, begon men echter direct na de bevrijding energiek aan de wederopbouw. Er werd een plan ontworpen voor de bouw van een geheel nieuwe binnenstad met woningen die in overeenstemming zouden zijn met de eisen van de tijd. En die woningen kwamen er. Daarnaast verrezen er talrijke fabrieken, scholen en andere gebouwen en nog steeds gaat de opbouw verder. Langzaam verrijst nu een moderne stad uit de as van het verwoeste Nijmegen. Nijmegen bezat vele cultuurmonumenten. Eén daarvan, de Oude Waag, heeft de oorlog overleefd. Verschillende andere, zoals het stadhuis en de Sint-Stevenskerk, werden zwaar beschadigd. De Sint-Stevenstoren kon in zijn vroegere luister worden hersteld dankzij tekeningen en schetsen van voor de oorlog. De huidige toren is een getrouwe kopie geworden van de vroegere. Bij de restauratie van het stadhuis heeft men de fraaie historische lijnen weten te bewaren. Met het herstel van deze twee monumenten, het stadhuis en de Sint-Stevenskerk, is de eerste fase van de wederopbouw van Nijmegen afgesloten.